Wij gaan het hebben over het begroten van softwareprojecten. We hebben een chat, we kunnen de chat goed lezen. Mocht er een vraag zijn of een opmerking, dan zet hem lekker in de chat, dan proberen we hem meteen op te pakken. Frank, begroten van softwareprojecten, waarom is dat een probleem? Ja, probleem, uitdaging. Kijk, de mensen die de projecten die worden opgeleverd in de IT sponsoren, die hebben natuurlijk daar een bepaald beeld bij van wat het dan moet gaan opleveren. En vooral ook soms wanneer. Hè. Belangrijke voorbeelden zijn soms nieuwe productlanceringen of nieuwe updates van software die gekoppeld worden aan een bepaalde event. Hè, bijvoorbeeld sportevents. Ja, die worden niet verzet. Dus het moet dan wel klaar zijn op het moment dat het gepland is. En ja, die willen dus wel weten dat de begroting klopt. Ja, dus dat wat gepland is, dat op de gegeven tijd klaar is. En zeker met agile software, of agile software ontwikkelingen moet ik eigenlijk zeggen, kan dat soms een uitdaging zijn. Hè? Want ja, dan ga je gewoon op basis van wat de hoogste prioriteit heeft dingen uitwerken. Maar je moet ook wel het grotere plaatje in het oog houden. En dat wil nog wel eens een uitdaging zijn. Dus wat je eigenlijk ook zegt is dat een begroting eigenlijk al meteen wel een impact heeft op de realiteit of op wat het uiteindelijk gaat worden. Zeker, zeker. Ik heb al lang geleden ooit eens een keer een blog geschreven, begrotingstekort of budgetoverschrijding. Je ziet gewoon dat als een begroting al vanaf het begin verkeerd in elkaar gezet is, dat impact heeft over hoe een project wordt uitgevoerd. He, want als je een begroting te optimistisch neerzet, dan ga je daar gedurende de realisatie op een gegeven moment achterkomen dat je in tijdnood komt. En dan is de meest gehanteerde oplossing daarvoor is meer mensen bijschakelen. Terwijl, ja, als je de literatuur daarop naslaat, dan is dat het slechtste wat je kunt doen. Want die mensen moeten namelijk ingewerkt worden, moeten op stoom komen. Dus je hebt bizar veel extra capaciteit nodig om toch je begroting te halen. En terwijl als je dat in één keer goed doet, dan heb je daar veel minder last van. En er wordt een opmerking gemaakt over de goede oude watervalplanning. In waterval was dat natuurlijk sowieso aan de orde. Maar ook voor agile softwareontwikkeling geldt dat. Als je een bepaalde ambitie neerzet van wat je op een bepaald moment af wil hebben, en je zet daar een te klein of een te onervaren team op, ja, dan moet je in de loop van de tijd moet je aan dat team gaan komen. En als er iets natuurlijk in de agile filosofie niet goed is om te doen, dan is het aan de teamdynamiek komen. Dus die teamdynamiek die wil je van tevoren goed ingeschat hebben. Ja, nou, dat snap ik. Als het gaat om het begroten, wat zie je in de praktijk? Wie maken begrotingen van projecten? Nou ja, dat wil nog wel eens een ding zijn. Hè? Van, wat we heel veel zien is wat we dan wel noemen de expertbegrotingen. Mm-hmm. De begrotingen worden dan ook wel door experts gemaakt, maar die zijn geen expert in het maken van begrotingen. En dus wat je dan ziet is dat er een aantal experts samen een begroting maakt. En die begroten dan of te veel, maar in veel gevallen te weinig, omdat ze niet het complete zicht hebben op de overlappende activiteiten. Of de activiteiten die tussen specialismen in moeten gebeuren om te zorgen dat alles aan elkaar geknoopt wordt. Hè, dus met name, zeg maar, als je dat voor het grote plaatje wil doen, heb je echt experts nodig die dat voor het grote plaatje kunnen doen. Hè, want ieder goed ingewerkt agile team kan over het algemeen prima inschattingen maken voor de volgende sprint en die daarna ook. Maar als je wil weten van wat kan er klaar zijn na 20 sprints, dat is een ander specialisme. Ja, ik heb wel eens gelezen dat
experts of mensen in zijn algemeenheid inderdaad redelijk optimistisch van aard zijn als het gaat om begroten. Ik heb wel eens een onderzoek van professor Kahneman gehoord. Die heeft daar zelfs de Nobelprijs voor gekregen. Ja, de Nobelprijs kregen ze. Mensen zijn optimistisch. Zeker. Zelfs als je ze vertelt dat ze optimistisch zijn, zijn ze nog steeds optimistisch. Dus ja, dan is het ook wel een beetje logisch dat als je alleen expertbegrotingen gebruikt van mensen, human judgment zoals je dat noemt, dat je een grote kans hebt dat je met een optimistische begroting van start gaat. Ja. Of dat nou waterval of agile is. Maar wat kunnen daar nou de effecten van zijn? Nou, wat ik net al even aangaf, hè, van als je toch een bepaald doel hebt, hoe agile we op dit moment ook werken, er zijn toch vaak dingen die voor een bepaalde deadline gereed moeten zijn. Hè, dus je kunt je afvragen of dat 100% agile is. Maar het is in ieder geval de realiteit waar we mee van doen hebben. Dan kan dat toch wel je in de weg gaan zitten. Hè, dat je erachter komt dat je toch meer moest doen dan je van tevoren had ingeschat. En dan moet je dus gaan ingrijpen. En ingrepen zijn altijd slecht voor het halen, in ieder geval voor je teamdynamiek, voor je projectvoortgang. Je hebt altijd even een dip voordat die ingreep effect heeft. Ja, je merkt het vaak aan de pizzadozenindex. Hè? Hoe meer pizzadozen er 's ochtends gevonden worden, hoe meer paniek er eigenlijk in het team is. Ja. En met alle gevolgen van dien, hè? Want je moet niet vergeten dat op het moment dat je in de stress komt, dat je dus niet meer de tijd hebt om netjes te documenteren, om goed na te denken over hoe kun je nou die code zo goed mogelijk structureren, zodat die onderhoudbaar is. Dat is wel. Uiteindelijk kan dat natuurlijk de beheerkosten enorm gaan opdrijven. Op het moment dat je kwaliteit van de opgeleverde code slecht is, of matig is. Want dat zijn ook zaken waar wij altijd wel aan rekening mee houden. Van op het moment dat je je project hebt afgerond, dan begint eigenlijk pas de beheerlast. Hè? Dus dan gaat een applicatie pas echt heel veel geld kosten. En dat hoeft niet, maar dat is vaak wel zo. Dat speelt natuurlijk, en daar heb ik toevallig vanmorgen net nog een discussie over gehad, maar dat speelt eigenlijk ook al in de realisatiefase. De eerste sprints wordt er 100% functionaliteit opgeleverd, waar de gebruikers blij van worden om gevraagd hebben. Mm-hmm. Maar in de loop van de tijd ontstaan er toch activiteiten die minder waarde toevoegen dan je zou willen. De code moet gerefactored worden, meer dan je had ingeschat. Er moeten bugs gefixt worden. Misschien is er al wel een deel van de functionaliteit in productie en moet je ook nog derde lijns support gaan leveren. Ja. Allemaal dingen die niet leiden tot sneller of meer resultaat. Wat zou nou een goede extra stap zijn? We hebben het even gehad over de human judgment methodes. Ik heb gezien Galarat, maturity model als het gaat om begroten. Dan zijn dat eigenlijk level 1 en 2, hè, de laagste twee levels. Waar begint level 3 mee? Nou, level 3 op een schaal van 5 overigens begint met een tussenstap die omvang heet. Mm-hmm. En dan wel gestandaardiseerde omvang. Hè, dus daar kun je heel veel dingen aan afmeten. Daar kun je je projectresultaten vergelijkbaar maken met andere projectresultaten of andere beheerprojecten. Dus op die manier krijg je zeg maar een soort onafhankelijke tussenstap van dit is zo groot. Daar kun je het allemaal over eens worden. En daar kun je dus je ervaringscijfers aan hangen en daar kun je je begroting mee maken. Ja, dat is ook logisch, hè? Als je een schilder vraagt om een hele lange muur naar een hele lange muur te kijken en vraagt hoeveel tijd gaat het jou kosten die muur te verven.
Ja, dan zal hij toch eerst de omvang van die muur willen meten in vierkante meters. Dan heeft hij zijn eigen data wel van andere schilderprojecten. Van ah, dit soort muren doe ik ongeveer zoveel meter per vierkante meter per uur. Ja, dus dan kun je makkelijk de prijs berekenen uiteindelijk. Dus het toevoegen van de omvangstap, die is, dat is een hele logische, denk ik. Wat voor andere voordelen zitten daar? Nou, de voordelen die daar aan zitten, is dat je ook verschillende partijen kunt vergelijken op die omvang. Hè? Van iemand kan wel een heel goedkoop uurtarief hebben, maar als die veel minder vierkante meters in eenzelfde tijdseenheid doet, ja, dan is die misschien per saldo nog steeds duurder. Hè? Dus daarmee kun je ook zeg maar, nou ja, over projecten of over leveranciers heen. Kun je vergelijkingen maken? Ja, ik zie hier ook van Eelco volwassenheidsniveau van organisaties. Heeft dat er iets mee te maken? Zeker. En je ziet bij een toenemend volwassenheidsniveau zie je eigenlijk twee effecten optreden. Vaak betekent een hogere volwassenheid een grotere hoeveelheid vierkante meters, om maar in die analogie te blijven, per tijdseenheid. Daarnaast zie je dat de voorspelbaarheid groter wordt. Hè, van, een begroting is altijd een verdeling in de tijd. En hoe volwassener de organisatie, hoe smaller die verdeling wordt, ja, in de tijd en voorspelbaarder. En als laatste, niet geheel onbelangrijk, een hoger volwassenheidsniveau betekent in de regel ook een hoger kwaliteitsniveau. Ja. Even kijken. Ik zie van Erik de vraag. Is er een kwaliteitsstandaard volgens die levels waardoor ik de kwaliteit van een softwarebouwer kan inschatten als toekomstige klant? Ik denk het wel. Hè, op het moment dat er in bijvoorbeeld een RFP al de vraag wordt gesteld. Nou, op welke manier is uw begrotingsproces... Hoe ziet dat eruit? En er komen alleen maar antwoorden terug met ja, wij gebruiken alleen expertbegrotingen. Nou, dan weet je eigenlijk wel dat het wat lager niveau is qua begrotingsvastheid. Kunnen nog steeds hele goede software leveren. Dat heeft daar dan weer niet zo heel veel mee te maken. Maar ja, je kunt ook makkelijk in de problemen terechtkomen. Ja. En ook het volwassenheidsniveau zegt natuurlijk ook niet alles. Hè. We zijn ook van de week toevallig nog een gesprek gehad met een bedrijf in Saoedi-Arabië. Die zijn CMMI level 5 gecertificeerd. Dat is eigenlijk de hoogste wat je kan halen als het gaat om je processen inrichting. Maar vragen toch om hulp bij het inrichten van het begrotingsproces, wat dan kennelijk toch niet goed is ingericht in zo'n organisatie. Hè, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja, en ik weet niet of dat ook nog achter de vraag zat. Maar er zijn natuurlijk ook standaards waarmee de kwaliteit van het product zelf kan worden gemeten. Ja, precies. Ja. He, er zijn een aantal initiatieven die vanuit de ISO-standaard voor kwaliteit een cijfermatige inschatting kunnen opleveren van hoe goed de kwaliteit is. He, zoals jij net al zei, misschien kun je daar nog iets meer over zeggen, maar die kwaliteit is toch wel een hele belangrijke driver voor de beheerinspanning uiteindelijk. Ja, met name natuurlijk als er veel incidenten optreden. Hè. Dus dat is incidenten wil je laag houden, normaal gesproken. Er zijn ook leveranciers die per incident betaald worden. Die hebben op zich niet per se die drive. maar dan gaan we vanuit dat je incidentenvolumes laag wil houden. En ja, wat we in de praktijk natuurlijk vaak zien is met name projecten die in de problemen komen ook slechtere kwaliteit software opleveren. Dus daar zit zeker een link. We hadden het even over begroten in Agile, hè, en ook de omvang. Wat ik zelf heel krachtig vind is, vooral van Agile, is dat je zoveel data kan verzamelen. Dus eigenlijk na iedere sprint kun je opnieuw kijken wat je productiviteit is. Hè. Als je kijkt hoeveel uren zijn er besteed en hoeveel omvang heb ik geleverd. En hoeveel had ik eigenlijk begroot dat ik op dit moment geleverd zou hebben. Dan kun je eigenlijk al vroeg bijsturen. Ja. Dat is een van de grote voordelen die je in de watervaltijd eigenlijk niet had. Want daar had je, als het project bijna afgelopen was, waren alle stoplichten nog op groen in de stuurgroep.
En op het moment dat de datum voorbij ging, ging dat ze oplichten naar rood. Ja. Nee, dat helemaal mee eens. En nou ja, bij Agile, afhankelijk van hoe je je sprintlengte hebt ingeregeld, heb je iedere 2 tot 4 weken heb je een eikpunt. Hè, en je zegt zeg maar van tevoren met je begroting neer van ik verwacht daar en daar uit te komen. Hè, dus dat kun je, zeg maar als plan plotten in een burn-up cheat. Ja. En iedere sprint kun je kijken of je daar onder of boven de geplande lijn zit. En op het moment dat je echt achter begint te lopen en daar geen hele evidente verklaringen voor zijn. Hè, want ja, in de COVID-tijd heb ik wel eens meegemaakt dat halve teams ziek zijn. Ja, dan ga je uiteraard de geplande velocity niet halen. Maar weet je ook precies waar het aan ligt. Hè, maar als je dus echt, ja, zeg maar met je volledige team op stoom bent, gevoel hebt dat je goed bezig bent en toch achterblijft, ja, dan weet je dat je toch even een laagje dieper moet kijken van, hey, wat gaat er dan mis? Hè, soms kan dat liggen aan de teamdynamiek. Soms kan dat liggen aan het feit dat van bepaalde teamleden sommige skills niet helemaal op peil zijn. En daar kun je dan in bijsturen. Hè. En dan kun je toch, ja, moet je misschien toch inderdaad een teamlid vervangen. Of moet je er misschien toch iemand bij zetten. Of in je coaching wat extra rekening mee houden. Dus op die manier kun je heel snel bijsturen. Ja. Ja, dat hoeft niet per se inderdaad te betekenen dat je helemaal iets aan de teamdynamiek gaat doen. Maar je hebt wel binnen een paar weken in de gaten van, hey, dit gaat niet de goede kant op. Even een vraag beantwoorden, of eigenlijk een paar vragen beantwoorden. Erik vraagt naar de ISO-standaard voor kwaliteit. Ja, ISO 50010 klopt ten dele. Er is een nieuwe ISO-standaard die heet 5055, die specifiek geschikt is voor het meten van softwarecode. En die eigenlijk op systeemlevel meet. Hè. Veel tooling meet op codelevel. Maar in de praktijk worden eigenlijk 80% van de softwarefouten, incidenten worden gevonden in maar 8% van de code. En dat zit vooral op systeemniveau. Dus in de calls tussen verschillende lagen, tussen verschillende componenten. En die vind je niet op het moment dat je op codeniveau meet, maar die vind je wel op het moment dat je op systeemniveau meet. Vandaar die nieuwe standaard. En de kracht daarvan is dat je eigenlijk dus in die 8% of 80% van de downtime, de repair time is daarvan ook meer dan 50% in de praktijk. Dus ja, een hele goede nieuwe standaard, maar 50010 is ook nog steeds daar. En ja, die moet je eigenlijk in elkaars verlengde zien. Ja, ja, 25010 is eigenlijk, ja, zeg maar de basishygiëne die je sowieso op orde moet hebben. En 5055 kijkt dan inderdaad ook naar de onderlinge afhankelijkheid. Ik zie nog wel een interessante vraag staan van Remmelt. Ja. Van wat zijn de best practices rond het begroten van scope die je nog niet kent? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Kijk, als je de functionele omvang bepaalt, dan zijn er verschillende methodes voor. En je hebt bijvoorbeeld de NESMA-methode, dat is een ISO-standaard. Nou, Frank en ik zijn al beide actief in de NESMA. Dat is een Nederlandse not-for-profit organisatie met een eigen standaard voor functiepunt-analyse. Maar tegenwoordig meer een cost-estimation organisatie. Die standaard, die methode voor functiepunt-analyse, heeft eigenlijk verschillende detailniveaus. Ja, stel in de oude watervaltijd, je kreeg een functioneel ontwerp en dat was helemaal van voor naar achter compleet uitgeschreven. Dan kon je de detailanalyse doen. Dan is er iets wat we eigenlijk bijna altijd toepassen, dat heet globale FPA. Dat betekent dat je op een wat hoger abstractieniveau, maar wel een hele accurate meting kan maken. En er is er iets dat heet high-level FPA. En dat is eigenlijk iets wat je doet op het moment dat je scope nog niet helemaal duidelijk is. Of nou ja, zoals bij Agile, je hebt bijvoorbeeld een backlog en je weet, er staan heel veel dingen op. Maar er is nog maar de helft echt uitgewerkt. Dan heb je nog een kwart dat is helemaal niet uitgewerkt en een kwart dat zit er een beetje tussenin. Met die high-level FPA kun je daar best wel een goed beeld bij krijgen waar dat op neerkomt. En dan is het ook belangrijk om te weten dat je eigenlijk altijd met een onzekerheidsmarge te maken hebt. We weten pas achteraf hoeveel
tijd er echt is besteed of hoeveel functionaliteit er echt is gemaakt. Dus je hebt altijd te maken met een distributie rondom een waarschijnlijke waarde. En hoe breder die distributie natuurlijk is, hoe meer onzekerheid je eigenlijk hebt. Bij zo'n backlog die nog niet is uitgewerkt, daar heb je veel onzekerheid. Maar op het moment dat je wel ongeveer weet hoe groot die is en je weet wat eigenlijk je begroting is, al is het een expertbegroting, dan kun je al wel gaan kijken wat impliciet in de begroting opgenomen productiviteit is in uren per functiepunt. En daar krijg je dan ook een min, average of likely en max van. En dat kun je dan weer aanleggen tegen bijvoorbeeld externe benchmark data of eigen data als je die hebt. Van, ik zie hier dat we een begroting hebben met 10 uur per functiepunt. Maar ja, we hebben eigenlijk nog nooit sneller een project gedaan dan 20 uur per functiepunt. Dus misschien moeten we er nog eens naar kijken. Dus dat geeft een extra controle of realiteitscheck, zullen we maar zeggen. Dan heb je natuurlijk het verhaal dat je embrace change over following a plan. Dus dat is natuurlijk altijd lastig. Binnen Agile, als de product owner vandaag zegt we gaan linksaf en morgen zegt hij we gaan rechtsaf. Dan heb je daar last van als het gaat om als je een bepaalde scope in gedachten hebt om te reduceren. Het mooie dus als je functionele omvang hebt, is dat je dat wel veel beter kunt monitoren. Want uiteindelijk moet je wel gewoon een bepaalde hoeveelheid functionaliteit ontwikkelen. Daar waar je dus, als ik dan even story points mag gebruiken als voorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld een hele sprint hebben die linksaf gaat en dan een hele sprint die rechtsaf gaat. En die leveren allebei 50 story points op. Maar uiteindelijk heb je misschien maar 20 functiepunten gemaakt. Dus daar zit wel een heel duidelijk verschil. Harm, dus FPA, ik denk dat je dat bedoelt. Dat gebruiken we inderdaad in combinatie met Agile. En dat is juist extra sterk, omdat je na iedere sprint eigenlijk nieuwe data hebt en een nieuw referentiepunt hebt waar je kunt kijken waar je staat ten opzichte van je plan. Ja. En op zich is de opmerking die Edwin maakte van Agile is keuzes maken volgens Moskou. Haal je het niet, dan schrap je producten of functionaliteit. Dat is inderdaad waar. Hè, maar er was een eerdere opmerking ook al gemaakt van daarmee loopt Agile wel het risico een beetje open-ended te worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo. En met name daar waar een bepaalde hoeveelheid functionaliteit gewenst is op een bepaald moment. Hè. Mijn eerdere voorbeeld van iets wat bij een groot sportevenement gelanceerd moet worden. Ja, dat moet dan wel af zijn. En met name moet je dus inderdaad wel wat meer sturen op welke scope er op welk moment gereed moet zijn. En daarnaast hou je natuurlijk wel ook bij van hoeveel functionaliteit wordt er nou opgeleverd. Hè? Want als dat steeds verder afneemt, bijvoorbeeld doordat je heel veel bugfixing moet doen, er kennelijk toch niet een hele goede architectuur onder staat en daardoor heel veel refactoring voor moet doen. Ja, dan weet je ook dat je, hè, dat is dan wel een signaal dat er kennelijk iets aan de hand is. Waardoor er op technisch vlak dingen aangepast moet worden om toch weer de hoeveelheid nieuwe features te kunnen opleveren waardoor de gebruikersorganisatie om gevraagd wordt. Wat ik altijd zo gek vind is dat er zoveel industrieën zijn eigenlijk waar professionele, gecertificeerde cost estimators werkzaam zijn. Ik ga zelf ook regelmatig naar de ICEA-conferentie, is meestal in Amerika, over een maandje is er weer een. ICEA staat voor International Cost Estimation and Analysis Association, die een compleet certificeringstraject hebben voor cost estimators. Maar dat zijn mensen die kunnen van alles nog wat begroten, alleen over het algemeen geen softwareprojecten. Dus waarom denk jij dat er geen professionele software cost estimators bestaan? Of bestaan die al? Ik zou mezelf best een professionele cost estimator willen noemen. Ja. Dus ze bestaan. Ik kan dat nog niet met een certificering bewijzen. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Ik hoop dat die dit jaar nu definitief uit de startblokken komt. Mm-hmm. En ik denk ook,
Nou ja, heel veel van de industrieën waar je natuurlijk aan refereert, die bestaan natuurlijk toch wel iets langer dan de softwareontwikkeling. Ik denk ook dat het een kwestie van, noem het volwassenheid is, dat we dat binnen de IT nog niet van de grond krijgen. En ja, het is ook misschien wel iets wat vanuit opdrachtgevers te makkelijk wordt toegestaan. We weten nou eenmaal dat een IT-project is, zal wel weer uit budget lopen. Zal dus... 2 keer zo duur worden, 2 keer zo lang duren. Ik zou er graag iets aan willen doen, maar ik wil dat al 20 jaar. Dus ik heb me daar ook wel een beetje bij neergelegd dat het misschien nog even kan duren. Mm-hmm. Ik hoop er nog steeds op. Ik heb inderdaad ooit het initiatief gestart met ICO om daar samen aan te gaan werken aan software cost estimation, body of knowledge en certificering. En dat loopt inderdaad alweer een tijdje. Maar ik vermoed wel dat het nu vrij snel gelanceerd gaat worden. Ja. En dat we dat ook via bijvoorbeeld een NESMA, mogelijk zelfs een IPMA op de Nederlandse markt kunnen aanbieden. Dus dat zou heel erg mooi zijn. De suggestie die Dineke doet van gebeurt dat vanuit de IPMA, vind ik eigenlijk nog niet zo'n slechte. Nee, precies. Ik denk dat de IPMA binnen Nederland zeker daar wel een aangewezen organisatie voor is om dat uit te rollen. Hè. Van de Amerikaanse organisatie is die certificering nu aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Maar zeker om dat binnen Nederland uit te rollen, denk ik de IPMA daar een hele mooie plek voor zou kunnen zijn. Ja, zeker. Even kijken. Heb je wel eens een Agile-aanpak parallel met een conventionelere aanpak voor vergelijkbare projectdelen uitgevoerd? We hebben dat wel eens gedaan met de best value-aanpak en werkwijze met bestek naast elkaar op 2 verschillende vergelijkbare projectpercelen bij ons bedrijf. Heel veel inzichten leveren dat op. Ja, zeker. Ja. Sowieso is dat altijd goed. Één begroting is goed, 2 begrotingen zijn altijd beter. He, dus om zeg maar de dingen naast elkaar te leggen. Want een van de dingen, en ja, voor een IPMA-publiek hoef ik dat waarschijnlijk niet eens uit te leggen. Maar als je 2 van die begrotingen naast elkaar legt, zijn met name de verschillen heel interessant. Want daar haal je namelijk de risico's uit. He, als de ene begroter zegt van, ik kom met 1000 uur testen, kom ik makkelijk uit. En de ander zegt van, voor het testen heb ik 5000 uur nodig. Dan weet je dat er in ieder geval tussen 2 begrotingsaanpakken verschil van inzicht bestaat voor wat betreft de testinspanning. En dat je daar dus gewoon een risico hebt dat je als projectmanager goed moet bekijken. Omdat daar kennelijk mogelijk een issue ligt. Dus wij vergelijken dat met enige regelmaat zaken naast elkaar. Ja. En dat is ook goed om te doen. Van Harm, heb je een praktijkvoorbeeld of klant waar FPA in combinatie Agile is gebruikt? Ja, wij doen het dagelijks. Hè? Jij meer vanuit de kostenbegrotingen. Ik meer vanuit de Agile value management diensten die we hebben. Waarbij ik kijk naar de performance van de teams. Hè? Dus hoe presteren die qua productiviteit, qua kostefficiëntie, van leversnelheid. En dat is natuurlijk altijd gebaseerd op functiepunten. Want ja, op basis van een andere, of van bijvoorbeeld van storypoints, kun je niet vergelijken en niet aggregeren. Dus geen managementinformatie opbouwen. Kijk, wij lopen veel aan tegen CIO's, andere IT-management. Dat een beetje na die hele agile transitie of transformatie met hun handen in het haar zitten. Zo van nou, nu weet ik helemaal niet meer wat er gebeurt. En alle teams die hebben het eigenlijk zelf voor het zeggen wat ze doen. En de product owner die lijkt ook wel losgeslagen te zijn. Van help ons om daar een klein beetje inzicht in te krijgen. Nou, dat doe ik dan vanuit die hoek. En jij doet dat meer vanuit de kostenbegrotingen. Ja, zodat je een solide basis hebt om dingen tegen af te zetten. En jij meet dan door hoe het er werkelijk mee gaat. En daar krijg je echt heel veel inzicht uit. En kun je dus inderdaad ook, en dat is denk ik uiteindelijk in een ieders belang, kun je vroegtijdig zien of een project misschien richting de gevarenzone aan het wandelen is. Mm-hmm. En
nou ja, kijk, als, noem het dan even project, hè, dat klinkt een beetje waterval, maar dan werk je toe naar een concreet resultaat. Hè, maar als je natuurlijk een continue doorontwikkeling hebt en je ziet je velocity in een rechte lijn en die rechte lijn die gaat ineens naar beneden afbuigen, dan weet je dat er kennelijk iets aan de hand is, waardoor het team met een andere productiviteit of een andere velocity dingen gaat opleveren. En dat je daar dus echt naar moet kijken. Ja, we merken het ook heel vaak in projecten waar een klant een leverancier aan boord heeft. We hebben laatst nog voor een grote Nederlandse bouwer een projectbegroting gedaan. Hè, er was ook een leverancier ingeschakeld voor de eerste keer. Hè, dus we deden altijd alles eerst met interne teams. En ja, in de agile wereld worden toch heel vaak leveranciers betaald op basis van uurtarieven. Soms zelfs op basis van blended rates. En dan moet je voorzichtig zijn, want op het moment dat, dat je per op uren basis gaat betalen, dan heb je ook kans dat de drive er is om zoveel mogelijk uren te maken. Terwijl jouw drive als klant is om netjes binnen tijd en budget op te leveren. Dus daar is het dan wel handig om een controlemechanisme op te zetten om in ieder geval bij al die referentiepunten te kijken van nou, waar staan we? En ook natuurlijk om scherp te zijn, want zeker in dat soort gevallen dat je team, dus de expertise en de skills binnen het team gehandhaafd blijft. Dat je niet in één keer in plaats van met 3 seniors hetzelfde blended rate betaalt voor 3 juniors. Dat zijn van die dingen, daar lopen wij heel af en toe ook nog wel eens tegenaan. Niet zo vaak meer gelukkig. Want dat is weer een hele andere dynamiek die er dan bij komt kijken. Dan heb je het niet alleen meer om een project of om een team, maar ook nog een klant-leveranciersrelatie waarbij de belangen niet heel erg gelijk hoeven te zijn in eerste instantie. Natuurlijk gaan we ervan uit dat de meeste leveranciers wel gewoon netjes productief willen zijn. Gelukkig wel. Ja. Pick aan de stelling zie ik hier staan. Oh ja, ik wilde eerst de vraag daarvoor Dieneke nog even afhandelen. Ik vond hem wel interessant namelijk. Of je van tevoren de randen van je gevarenzone moet afbakenen. Of kom je daar gaandeweg wel achter? Nou, het is eigenlijk een beetje een combinatie van de twee, denk ik. Zeker als je daar contractueel iets mee doet, dan is het wel goed om zeg maar een gevarenzone te definiëren. Hè? Van als het plus of min 10-15% is meestal komt, dan moeten we het er eens over hebben. Maar zeker in een agile context heb je ook van die dingen van dat je daar gaandeweg achter komt. Hè? Van als een sprint achterblijft bij je verwachtingen, dan kun je dat gelijk in de retro meenemen. Van ja, maar waar komt dat dan door? Hè? Van, nou, zoals je net al zei, in de watervaltijd had je die terugkoppeling pas nadat je heel ver in het project een eerste deliverable had opgeleverd. Nu heb je dat iedere sprint. Kijk, en als de helft van je team ziek is, ja, dan is het wel duidelijk dat dit een incident is, dat zodra het team weer beter is, als het goed is, weer opgelost is. Mm-hmm. Maar als je daar niet echt goed de vinger achter kunt krijgen van waardoor komt deze afwijking nou? Ja, weet je, of het nou wel of niet binnen de gevarenzone zit, dan weet je gewoon van oké, maar hier moeten we misschien verder naar kijken. Ja, wat we heel vaak zien, hè, dus eigenlijk twee dingen, denk ik. Dus één is onvolledige of onvoldoende duidelijke requirements. Ja, dat zal iedereen herkennen. Dat, zeker ook in de agile-wereld, waar ook nog werkende software wordt gewaardeerd boven de comprehensive documentation. Goed, dat is tot op zekere hoogte ook te snappen. Maar als het om requirements gaat, dan is het een ander verhaal. Want op het moment dat jij steeds meer weer rework hebt omdat jouw requirements niet duidelijk of niet compleet waren, dan ga je dus steeds weer uren besteden aan iets wat je al eerder gedaan had en het dan weer aanpassen. Waarna het ook weer getest moet worden en weer gedemoed moet worden, et cetera. Dus requirements, dat is wel een klein beetje zorgwekkend aan het worden. De requirements die ik over het algemeen voorbij zie komen, die worden eigenlijk steeds slechter. En ja, ik denk wel dat we als industrie daar wel op enig moment iets mee moeten. Zeker als het gaat om begroten. Want uiteindelijk, ja, het is wel ook je input voor je begroting. En zeker. De begroting is belangrijk. Dat hadden we al geconstateerd. Zeker.
De prikkelende stelling. De prikkelende Durf stelling. Jij hem aan of zal ik hem nemen? Nou, er staat een pijltje op, ik kan hem niet zien. Oké. Okay. Nou, stel jij hem. Welke agile ondernemer is de eerste die wil werken met we blijven binnen je budget, beste opdrachtgever, en no cure, no pay? Ik ken er wel een paar die dat durven. Maar hebben die dan ook, zeg maar, van je mag alles wijzigen wat je wilt tijdens het project? nou, het is heel simpel en je daar snijd je natuurlijk wel precies het pijnpunt aan. En want er zijn er echt wel een aantal die dat op die manier doen. Alleen ja, ze blijven. Hè, de vraag is dan van wat ga je uiteindelijk krijgen? Mm-hmm. Hè, en ze blijven keurig binnen budget en dat kan ook helemaal met agile, want je weet precies wanneer het budget op is en ja, dan wordt er ook niks meer ontwikkeld. En dan is de vraag van, heb je dan iets gekregen waar je iets aan hebt? Hè, dus ja, daar moet je ook wel afspraken over maken. En dan worden de ondernemers inderdaad iets minder enthousiast. Ja, er zijn natuurlijk verschillende businessmodellen ook. Hè? Ook als het gaat om klant-leverancier-relatie. We hebben laatst ook nog een keer een grote internationale dienstverlener geholpen om een contract te winnen bij de Europese overheid. Hè? Dat was op basis van een prijs per functiepunt voor een bepaald domein. Dat is natuurlijk perfect. De prijs per functiepunt, ja, als je dan meer wil hebben als klant, dan krijg je ook meer, maar krijg je ook meer betaald. Of moet je ook meer betalen, krijgt de leverancier meer betaald. En dan wordt het een ander verhaal in één keer. Dan, ja, als je vandaag linksaf gaat en morgen rechtsaf, maar vandaag maak ik 10 functiepunten linksaf en morgen 10 functiepunten rechtsaf. Ja, als dat uiteindelijk niet heel handig voor jou is, opdrachtgever, dat is dan je eigen keus geweest. Maar wij hebben wel gewoon geleverd als leverancier en wij worden gewoon betaald op basis van wat we geleverd hebben. Dus dat is eigenlijk wel ons advies op het moment dat je in zo'n soort relatie terecht wil komen. En zorg er wel voor dat je kwaliteitsmetrics in place zijn, hè, dat je kwaliteit waarborgt. Maar ik zou wel dan liever een prijs per functiepunt doen dan een hele vaste prijs. Want ik denk dat er dan altijd discussie komt over scope changes en nou ja, van alles en nog wat. Ja, mooie vraag van Harm over duidelijke requirements. Binnen Agile wil je dat niet allemaal van tevoren scherp hebben. Maar ik denk wel dat er een verschil is tussen duidelijke requirements en scherpe requirements. En mijn ervaring is dat ook in agile trajecten in grote lijnen vooraf 80% van wat er gemaakt moet worden wel duidelijk is. Alleen hoe het er in detail uit moet zien, dat weet je niet. En dat is inderdaad ook precies de kracht van Agile, dat je dat gaandeweg het traject samen met je eindgebruikers goed scherp wil stellen van hoe je het nou precies wil hebben. Ja. Maar je hebt al wel, zeg maar, een redelijk scherpe backlog over, zeg maar, het wat je opgeleverd wil hebben. Hè, die gaandeweg het traject gerefined moet worden naar hoe. En daar komen dan altijd nog wel, hè, een procentje of 15, 20 aan wat dingen bij die je vooraf niet had voorzien. Hè, dus dat is wel, zeg maar, voor de requirements. Dat wat de klant wil hebben wel redelijk scherp moet zijn. En hoe, ja, dat mag je inderdaad, als je dat voor de start van de sprint maar helder hebt, dan is dat duidelijk genoeg. Ja, we gebruiken ook wel eens technologieën om user stories op kwaliteit te meten. En als je dan nog ziet, hè, je verwacht niet dat daar heel veel fout aan kan gaan, maar als je dan nog ziet hoeveel bevindingen daar eigenlijk uitkomen en dat uiteindelijk, ook onderzoek van Accenture toont aan dat er toch een redelijk groot percentage van de software of de incidenten in productie zijn terug te leiden tot aan je requirements, de kwaliteit van je requirements. Dan wil je toch eigenlijk wel duidelijke en kwalitatief goede requirements hebben. Op de backlog kan ik me voorstellen dat het niet allemaal heel erg compleet uitgewerkt hoeft te zijn nog. Maar op het moment dat het de sprint binnenkomt, wil je het toch eigenlijk wel behoorlijk scherp hebben. Dat is eigenlijk mijn idee erbij. Ja, ja. En dan ook nog een vraag van Dieneke. Kun je in agile trajecten ook het moment
vaststellen van wanneer het tijd is om te stoppen. En dat, dat kan zeker. Hè, van je ziet toch dat, dat zeg maar het opleveren van functionaliteit in een agile traject, dat dat toch een soort S-curve volgt. In het begin ben je vooral de fundamenten aan het leggen. En dan ben je redelijk veel tijd kwijt en leef je nog weinig gebruikerswaarde. En dan kom je op een gegeven moment in een zone terecht waar je echt heel productief nieuwe functionaliteit kunt opleveren. En op een gegeven moment kom je wat ik dan vaak maar de goldplating fase noem. Dan zie je weer dat er nog heel erg netjes details worden bijgeschaafd. Foutmeldingen nog worden verbeterd. Waarvan je denkt van ja, ja levert het nou nog echt extra gebruikerswaarde op? Ja, op het moment dat je dat ziet gebeuren, dan weet je eigenlijk als, als ondernemer of als opdrachtgever van, nou ja, dit is het punt dat de applicatie eigenlijk wel af is, maar er nog iemand de beslissing moet nemen dat het nu tijd is om te stoppen. Ja, het mooie van Agile is dat je er soms wel heel snel achter komt. Hè. We hebben verschillende keren zijn we daar tegen aangelopen. Op het moment dat je, want je hebt natuurlijk ook altijd een business case, hè. Of die nou expliciet is of impliciet, er is iemand die besteedt geld en die wil daar iets voor hebben. Dus die heeft een bepaalde value for money voor ogen. Ja, op het moment dat jij al vroeg in het traject erachter komt dat je het niet gaat halen, bij lange na niet gaat halen. En je hebt bijvoorbeeld al een aantal dingen gedaan en je hebt gekeken naar nou, hoe zijn mijn requirements, hoe is de teamdynamiek, nog een aantal andere verbeteringsacties gedaan. Maar het lijkt er gewoon op dat je die business case nooit gaat halen. Ja, dat is natuurlijk ook een goede, goede projectmanagement practice dan om inderdaad voortgaan van het project dan ter discussie te stellen en mogelijk gewoon inderdaad te stoppen. Omdat ja, je bent in feite gewoon waste aan het produceren, terwijl waardemiddelen, de mensen in plaats van iets doen wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen, ook iets nuttigs kunnen gaan doen, zullen we zeggen, op een ander project. Wel waarde toevoegen en wel een positieve business case kunnen realiseren. Dus ja, dat is wel het mooie van Agile, dat je daar niet op de opleverdag of ja, de beoogde opleverdag pas achterkomt. Ja, en om dan aan te sluiten op de vraag van Erik van of je als of de leverancier nou wel gewoon burn-down charts moet opleveren. Ja, ik denk wel dat wij doen het dan meestal in de vorm van een burn-up over de sprints heen. Dat wel iets is wat je als opdrachtgever mag vragen van je leverancier. Om inderdaad gewoon te kijken van, ja, weet je, hoe is nu de voortgang? Krijg ik inderdaad nog steeds waarde geleverd? Kom ik inderdaad na een opstartfase inderdaad in een productieve fase terecht? En daarna dan in een goalplating fase wanneer het tijd is om te stoppen? Dus dat zijn wel dingen waarvan ik vind dat je dat in een gezonde klant-leverancierrelatie met elkaar moet bespreken en dat open met elkaar over van gedachten kunt wisselen. Van ja, weet je, dit is niet wat ik verwacht had. Kunnen we daar nog iets aan doen? Moeten we er dan misschien niet de stekker uittrekken? Of ja, misschien gaat het juist wel hartstikke goed en is iets veel eerder in een stadium dat je denkt van ja, het is nu gewoon af. Laten we ermee stoppen en laten we onze energie richten op een volgend stuk software. Ja, het is wel belangrijk, hè? Burn-down charts die worden natuurlijk veel gebruikt, ook binnen Agile als je kijkt naar storypoints. Nou, storypoints hebben we het heel kort al even over gehad. Mogelijk dat jullie dat kennen. Dat is eigenlijk wordt geadviseerd om op teamniveau te gebruiken om sprints in te schatten van hoeveel werk het is. Alleen wordt het in de praktijk nog wel eens een misvatting dat je er ook andere dingen mee kan doen. Bijvoorbeeld de voortgang van een project mee meten of teams vergelijken en dat soort zaken. Kijk, storypoints is heel vaak, of eigenlijk binnen teams gedefinieerd wat een storypoint is. En ook wat de verschillen tussen storypoints zijn. En je team heeft gewoon 1, 2, 3, et cetera. De anderen gebruiken een Fibonacci-schaal. Nou, je kunt je voorstellen, Fibonacci-schaal is een ordinale schaal. He, dat zegt alleen maar iets dat het ene ding is groter dan het andere ding. En de omvang daartussen is min of meer arbitrair. Dus daar kun je nooit zinvolle metrics of zinvolle burn-down charts op baseren. He, ook als je ziet, he, dus,
kijk, ik had straks al even het voorbeeld aangegeven. Als je, stel, je krijgt heel veel rework of defects. Hè, dus die defects komen heel vaak terug op de backlog. Krijgen weer een nieuw aantal story points. Nou, worden op enig moment in de sprint opgepakt, opgelost. Dus heb je weer story points eigenlijk besteed. Prima, het defect is opgelost. Maar die defect had er in eerste instantie niet moeten zijn. En qua functionaliteit heb je in plaats van je defect op te lossen, had je ook functionaliteit kunnen maken. Die nou niet gemaakt is. Dus die burn-out charts op story points, die geven een heel vertekend beeld als je niet de totale scope ook onder controle houdt. Of in ieder geval snapt hoe je voortgang is ten aanzien van de complete functionele omvang die geleverd moet worden. Ja. Nog een interessante vraag ook van Harm. Of wij kunnen delen welke bedrijven of organisaties min of meer systematisch met softwarebegrotingen werken. Het is denk ik niet helemaal opportun zonder vooroverleg namen te noemen. Maar wat, als ik zo eventjes onze klantenportfolio de revue laat passeren, is dat vooral bedrijven die ook zeg maar voor hun primaire proces ook kosteninschattingen gebruiken. Ja, dus dan hebben we het inderdaad over bouwbedrijven, bedrijven die aan de infrastructuur werken. Dat heel makkelijk doortrekken ook naar hun software practices. Want ja, ook dingen die heel tastbaar zijn, daar zit steeds meer software in. Mm-hmm. Dus dat soort bedrijven merken we dat de acceptatie van dit soort methodieken veel groter is dan bij bedrijven die toch grotendeels op basis van administratieve processen hun werk. Ja, toch is het zo, in de overheid zien we wel een aantal overheidsorganisaties die daar heel actief in zijn. Hè? Dus die hebben ook contracten gebaseerd op functiepunten. Ik denk dat ik het wel kan zeggen, op 10 mei hebben we een NESMA-event. Het gaat over, het gaat ook over het begrotingsproces. En dat wordt ingevuld door de Belastingdienst. Belastingdienst heeft een hele grote, laten we zeggen, die hebben een afdeling die zich bezighoudt met het meten en begroten en benchmarken van hun projecten. En andere overheidsorganisaties ook. En inderdaad, dus ook, maar ook de leveranciers. Ik heb zelf 17 jaar bij SOCD gewerkt, een IT-leverancier, waar we ook een metrics desk hadden die dit soort begrotingsprocessen ook uitvoerden. Dus dat klopt. Even kijken, hebben we hier nog vragen? Maar dat is een vraag aan Erik. Oké. Agile gaat juist over klanttevredenheid. Ja, uiteindelijk is natuurlijk een tevreden klant altijd de bedoeling, wil ik maar zeggen. Niemand heeft iets aan een stukje software waar je niet op zit te wachten. Het voordeel van Agile is natuurlijk dat je als de product owner voldoende mandaat heeft, maar ook voldoende inzicht in wat echt belangrijk is voor zijn gebruikers en voor zijn business, dan is de kans groter dat je tevreden klanten krijgt dan in de good old waterfall days. Ja, dat sowieso. En een van de klanten die binnen Agile trajecten nog wel eens over het hoofd gezien wordt, is toch degene die de zak geld ter beschikking moet stellen. En ook die moet tevreden gehouden worden. En dat doe je toch vaak door bepaalde deliverables op een afgesproken tijd op te leveren. Ja, hoe waterval dat misschien ook mag klinken. Ja. Ik denk dat wij inmiddels het meeste onderwerpen wel behandeld hebben. Ja. We hebben denk ik nog wel even een aantal minuten voor vragen en antwoorden. Als er nog vragen zijn, dan stel ze vooral nu. Of misschien hebben we er eentje gemist. Kun je hem opnieuw stellen, want de chat ging af en toe nogal snel. Dus misschien dat we eentje geskipt hebben. Nu wordt er naar boven gescrollt, maar kunnen we niet meer zien of er onderaan nog berichten bij komen. Oké, ik geloof het niet. Een samenvatting van de belangrijkste punten. Oké, het belangrijkste punten is dat in de industrie, de software-industrie, wordt heel vaak
begroot op basis van human judgment methodes, hè, dus de expertbegrotingen. En die leiden heel vaak tot optimistische begrotingen en daarmee eigenlijk tot al meteen projecten die in de problemen zouden kunnen gaan komen als je ze niet goed managt. Ons statement hier is het toevoegen van een formele sizing stap. Hè, dus de vierkante meters van de schilder, oftewel de functiepunten die gerealiseerd moeten worden, is in de praktijk niet heel moeilijk te doen. Daar zijn standaarden voor en op dat moment kun je ook data gebruiken van afgeronde projecten of van de benchmarking databases om die begroting, de realiteitscheck te doen en om vervolgens continu te blijven monitoren of je op plan blijft. Dat is denk ik de belangrijkste conclusie. Zeker, zeker. En ja, mochten jullie na dit overleg nog meer weten, in de uitnodiging staat volgens mij ook onze contactgegevens. Ja. Dus schroom niet om ons na deze sessie nog een keer te benaderen. Nee, ik heb de afgelopen weken, maanden, ook met IPMA samen een blog gepubliceerd over dit onderwerp. Ook een podcast en ook volgens mij onze whitepaper gedeeld. Hè. We hebben ook een whitepaper erover geschreven. Mocht het zo zijn dat jullie dat gemist hebben, vanmiddag wordt de link naar dat materiaal toegestuurd. We hebben ook nog een website die heet www.metrigroup.com. We zijn inmiddels overgenomen door IDC. We hebben ook een IDC-site, maar dit soort materiaal en ook nog in de Nederlandse taal is vooral op de Metrigroup-site nog te vinden. Samen met nog heel veel andere interessante blogs en artikelen en papers. Dus ik zou zeggen, ga daar ook een keer kijken. Ja. En voor vanmiddag in ieder geval hartstikke bedankt voor al jullie vragen en suggesties. Ja, en de leuke interactie, absoluut. Heel erg bedankt allemaal. Fijne dag. Fijne dag. Ja.